Today's session is once again part of one chapter and going into the next. Zoals de vorige keer gaan we weer bezig met een hoofdstuk waar we het ene hoofdstuk eindigen en een begin maken van een nieuw hoofdstuk. That is, we're beginning where we concluded last time. With Isaiah chapter 9, verse 7. En we beginnen waar we vorige keer eigenlijk geëindigd zijn, en dat is Jesaja 9, vers 7. And continuing to chapter 10, verse 4. En we gaan dan door tot hoofdstuk 10, vers 4. The reason, once again, is the division of Isaiah into its chapters is relatively recent and often arbitrary. Ja, de reden dat Jesaja opgedeeld is, is eigenlijk iets van de laatste tijd. Ja, is ook nog wordt nog wel eens wat betwist. And in particular, in the prophecy that we discussed today, there is a very clear sense that these verses constitute a single unit. En met name de profetie die je vanavond gaat behandelen, zul je vrij snel zien dat het gaat om één geheel. A single unit with a recurrent refrain, almost like a song. Het is één geheel wat een terugkerend thema als het ware heeft, bijna net zoals een liedje. Except that neither the song nor the refrain are very pleasant. Maar het lied, het couplet en het refrein zijn eigenlijk niet, is niet een heel prettige boodschap. This is not an easy prophecy. Dit is niet een makkelijke profetie. This is what happens when God is warning and no one is listening. Dit is eigenlijk wanneer er sprake is dat God aan het waarschuwen is, maar dat er niemand luistert. But once again, it has lessons we need to learn. Maar opnieuw zitten daar weer lessen in die we moeten leren. Now let's begin with the opening verse here in chapter 9, verse 7. Laten we beginnen met het openingsvers, Jesaja 9, vers 7. And what immediately becomes clear in this verse and the verse that follows it is we have a problem here. Wat we opnieuw zien is het vers en het vers wat hierna komt, is dat er weer een probleem is. A problem understanding how this prophecy relates to what precedes it. Het probleem van datgene wat we lezen en datgene waar het eerst op sloeg, het voorgaande gedeelte. And actually a more basic problem, how this prophecy altogether fits into the book of Isaiah. Maar een probleem op zich is hoe deze profetie zich verhoudt tot de rest van Jesaja. Again, chapter 9, verse 7. God sent a word into Jacob, and it has fallen upon Israel. In vers 7 staat: De Heere heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Now, the reference here to Israel is very specific. En Israël wordt hier heel specifiek benoemd. It becomes clear in what follows. This is not a prophecy that focuses upon Judah. En het is heel duidelijk dat het, dus de profetie zich niet slaat op Juda. And this becomes clear also in verse 8. All the people shall know, even Ephraim and the inhabitants of Samaria, that say in pride and in arrogancy of heart. Het staat in vers 8 namelijk genoemd. En het ganse volk zal het ervaren. Efraïm en de inwoners van Samaria. Die in Now, hoogmoed en grootsheid van hart zeggen. the very obvious problem here is, recall the opening verse of the book of Isaiah. Dan moet je goed kijken naar hoe Jesaja eigenlijk begint. In Jesaja 1. The vision of Isaiah, the son of Amoz, which he saw concerning Judah.
and Jerusalem. Daar staat het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem. Isaiah was not sent as a prophet to northern Israel. He prophesied concerning Judah and Jerusalem. En Jesaja was niet een profeet die geroepen was om te profeteren over Noord-Israël, maar specifiek over Juda en Jeruzalem. So why here is this prophecy concerning Ephraim and the inhabitants of Samaria in northern Israel? Maar hoe komt het dan dat hij dan toch wordt gesproken over Ephraim en de bewoners van Samaria, dat in Noord-Israël ligt? Perhaps part of the answer to this question lies in the realization that in this prophecy, even though it concerns Ephraim and Samaria, the prophet doesn't speak to them directly. Misschien is het zo dat alhoewel de profetie zich richt tot Ephraim en de inwoners van Samaria, is het dat hij niet rechtstreeks tot hen richt. There is actually one specific verse in which the prophet turns directly to his audience and addresses them in second person. Er is namelijk een vers waarin hij zich tot zijn publiek wendt en zich in de tweede persoon uit. That happens to be the next to last verse in this passage. Sorry, it's the last verse? The next to last verse in this passage. Oh, het is het volgende, het vers wat hierop volgt tot aan het laatste gedeelte wat we lezen. For the bulk of this prophecy, Isaiah is describing what is taking place, what's taking place in northern Israel, but he's actually not speaking directly to the people there. Jesaja benoemt dus wat er zich afspeelt in Noord-Israël, maar richt zich niet rechtstreeks tot de inwoners daar. Now this, in a sense, makes it easier for us to appreciate just how the prophet is speaking to us. En op een bepaalde wijze is het daarom dat we ook ons kunnen richten op hoe de profeet zich richt tot ons. Because, as we've noted many times, the prophet speaks to his contemporaries about his contemporaries in the circumstances that they faced. Het is namelijk zo dat de profeet, en dat hebben we al eens gezegd, zich richt tot specifieke mensen daar in specifieke omstandigheden die toen speelden. The only way we can properly read what the prophet is saying to us is by appreciating that first and foremost he's speaking to them. Om iets te kunnen begrijpen wat de profeet zou kunnen zeggen tot ons, is het van belang dat we eerst weten wat hij te zeggen heeft tegen zijn publiek van die tijd. Now, that does always present to us something of a challenge. Nou, dat is eigenlijk best een uitdaging. If the prophet is speaking to them, how are we to recast the message as a message to us? Want als de profeet zich richt tot dat specifieke publiek van toen, hoe moeten we dat dan ombatterijen naar een boodschap die relevant is voor ons vandaag? Here, the prophet isn't speaking to the people in Samaria so much as speaking about them, to his people in Judah and to us. Want het is zo dat de profeet zich dus spreekt over de bewoners van Samaria, maar tot zijn volk in Juda en tot ons. But of course, that just highlights the question, why is he saying it? And why is he saying it here? En dat benadrukt nogmaals de vraag, waarom zegt hij dit? En waarom zegt hij dit hier? And perhaps when we consider what we just saw in the previous passage in the book of Isaiah and what takes place here, we can sense the answer.
En om een antwoord daarop te dichten, is het zo dat als we kijken naar datgene wat we hiervoor hebben gelezen en hetgene wat we nu gaan lezen, is dat het eigenlijk het antwoord wel vrij duidelijk wordt. Now again, in verse 8, all the people shall know, even Ephraim and the inhabitants of Samaria, that say in pride and arrogance of heart. In vers 8 staat namelijk, en het ganse volk zal het ervaren. Ephraim en de inwoners van Samaria, die in hoogmoed en grootsheid van hart zeggen. That arrogance and pridefulness is something that, after all, is not only a problem for them, it's a problem for us as well. Want die arrogantie en die hoogmoed is niet alleen een probleem wat zij hebben, maar wat wij ook hebben. Consider what we saw in the verses immediately preceding the ones upon which we focus today. En om weer even terug te grijpen op de versen die we in de voorgaande keer hebben gelezen. These were verses that had a very uplifting message to us. Dit waren namelijk versen die een heel bemoedigende boodschap hadden voor ons. Beginning at the beginning of chapter 9, the people that walked in darkness have seen a great light. Staat namelijk in vers 9, vers 1, het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. In verse 2, you have multiplied the nation, you have increased their joy. Dus, en in vers 2 staat, gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. And we read in verses 3 and 4 of the breaking of the yoke of the Assyrian Empire over the people of Judah. En we lezen in vers 3 over dat juk dat verbroken wordt. Dat gaat over het Assyrische Rijk wat op het volk van Juda lag. And of course in verses 5 and 6 the exhilarating message of the child who is born and the government is placed upon his shoulder, that the government may be increased and of peace there is no end, a message of tremendous uplifting, exhilaration. Staat er in vers 5 en in vers 6 over dat kind dat ons geboren is, een zoon die ons gegeven is, en de heerschappij die rust op zijn schouders, en die groot zal zijn heerschappij zijn en eindeloos de vrede. En eigenlijk een hele bemoedigende, een heel blijde boodschap. Well, it is a very uplifting message. And of course, inevitably, therein lies a danger. Het is een heel vreugdevolle boodschap, maar daar ligt ook een gevaar in. The danger of thinking, we earned this, we're fine, we're wonderful, and we have all the blessings heading our way. Het gevaar van dat we denken, oh, dit hebben we verdiend, we doen het geweldig, en er staat ons eigenlijk niks in de weg om de zegen te ontvangen. And so the prophet gives us, through the story of Ephraim and Samaria, a message of the dire consequences of such pride and arrogance. En de profeet geeft door het verhaal te vertellen van de inwoners van Samaria en Ephraim eigenlijk ons dus de waarschuwing met betrekking tot die hoogmoed en die grootsheid. This expression in verse 8 that is rendered here as arrogance of heart is more precisely in the Hebrew greatness of heart. Big-hearted, the heart being lifted up. In mijn Bijbel staat het al zo genoemd, maar in het Hebreeuws, ik weet niet hoe het in jullie vertalingen staat, maar staat het grootsheid van hart, oftewel een hart dat zich vergroot. Well, we read of much the same phenomenon and the warning in Deuteronomy chapter 8. In Deuteronomium hoofdstuk 8, vers 11, lezen we eigenlijk eenzelfde soort principe. And it's for the same reason. En het is om dezelfde reden. Beginning in verse 11, beware lest you forget
God, your God, in not keeping his commandments. Want in Deuteronomium 8 vers 11 staat namelijk, neem u ervoor in acht dat gij de Heere uw God niet vergeet door zijn geboden. Lest when you've eaten and are satisfied, you build good houses, you dwell within them, everything is going well for you. Ja, op dat in vers 12 staat dat wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont en al het dus goed gaat. The herds, the flocks multiply, the silver and gold is multiplied, all that you have is multiplied. Dat in vers 13 uw runderen en kleinvee zich vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen. Ja, al wat gij hebt zich vermeerderd. In vers 14, then your heart is lifted up and you forget God, your Lord. En dan staat er in vers 14 dat uw hart zich niet verheffen en gij de Heere, uw God, vergeet. And you say, verse 17, my power and the might of my hand has gotten me this wealth. Vers 17, mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. And the warning in verse 18, you shall remember God your Lord, for it is he who gives you power to get the wealth. En in vers 18 staat dan, maar gij zult aan de Heere uw God denken, want hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven. That same theme of a heart lifted up, we encounter also in the book of Daniel, in chapter 5. En ook over dat hart dat zich verheft, dat vinden we terug in Daniel 5. Here it is where Daniel explains to Belshazzar, the son of Nebuchadnezzar, the king of the Chaldeans, and what is meant by the writing on the wall. En hier heeft Daniel tegen Belshazzar, de zoon van koning Nebuchadnezzar, degene wiens ook waar de hand verschenen is op de muur. In vers 18. O you king, God the most high, gave Nebuchadnezzar your father the kingdom and greatness and glory and majesty. Er staat in vers 18 van Daniel 5, o koning, God de Allerhoogste, heeft uw vader Nebuchadnezzar koninklijke macht, grootsheid en eer geschonken. Skipping to verse 20, but when his heart was lifted up, same theme, the heart being lifted up and his spirit was hardened, he dealt proudly. Staat in vers 20, maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde. And that was his undoing. Staat er dus opdat hij overmoedig werd. Dat was dus iets wat aan hem te wijten was. And of course the message to Belshazzar is, and you, his son, has not humbled your heart, even though you knew all this. In vers 22 staat dan, gij echter, zijn zoon Belshazzar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist. And you lifted up yourself against the God of heaven. Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven. And that will be your undoing as well. En dat is dus u ook aan te rekenen. Now that this is an important message to convey to the people of Judah, and I think to each and every one of us, should be clear. En dit is iets wat aanspreekt tot de inwoners van Juda en iets wat ons dus ook zou moeten aanspreken. Recall the message that we saw recurrently in chapter 2 of Isaiah. En dan moet je eventjes teruggaan naar Jesaja 2, waar ook dat thema zich steeds weer terugkeert. In verse 11, the lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down. Er staat in vers 11 van Jesaja 2, de verwaterde ogen der mensen worden vernederd, en de trots der mannen wordt neergebogen. For God, God of hosts, has the day upon all that is proud and lofty, and upon all that is lifted up, and he shall become humble.
Er staat in vers 12, want er is een dag van de Heere der Heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worden. En in vers 17, the loftiness of man shall be bowed down and the haughtiness of men shall be humbled and God alone will be exalted in that day. Er staat in vers 17, dan wordt de verwaterheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd. En de trots der mannen vernederd en de Heere alleen is te dien dagen verheven. Well, that's good if man is humbled. But what if he isn't? Het is dus goed als de mens nederig is. Maar wat als hij dat nou niet is? What if even upon witnessing destruction, man continues to be arrogant? Wat als hem verwoesting wordt aangezegd, maar toch dat hij arrogant blijft en hoogmoedig? Returning to our chapter. The people of Ephraim and Samaria in verse 9 say. Dan keren we terug naar Jesaja 9, vers 9, waar dan staat over Ephraim en Samaria. The bricks are fallen. But we will build with hewn stones, which are even stronger. Er staat, tichelstenen zijn gevallen, maar met gehouwen stenen herbouwen wij. Dat zijn eigenlijk sterkere stenen. The sycamores are cut down, but cedars we will put in their place, which is of course a far better type of wood. Wilde vijgenbomen zijn geveld, maar cedars zetten we daarvoor in de plaats. En dat zijn veel sterkere houtsoort. So even though God is sending punishments, and the bricks are fallen, and the sycamores are cut down. We're not learning. We continue in all of our arrogance. Zelfs als God straf zendt, hè, door middel van die tichelstenen die verdwijnen en de vijgenbomen die worden geveld, gaan we toch door in onze arrogantie. And so, in verse 10, therefore, God does set upon high the adversaries of Ritzin. Remember, Ritzin is the king of Aram, the ally of northern Israel, and they spur his enemies. Daar staat, doch de Heere verhief Rezins tegenstanders tegen hen. En zoals je weet is Ritzin de koning van Aram, die een bondgenoot was van Israël. And so in verse 11, the Arameans on the east and the Philistines on the west, and they devour Israel with every mouth. Er staat Aram in het oosten en de Filistijnen in het westen, zodat ze Israël gulzig verslonden. So, you'd think the people would learn, but they don't. Je zou denken dat de mensen hun lessen zouden leren, maar ze doen dat niet. And here we encounter, for the first of four times, the refrain. En hier is het dat we voor de eerste keer van de vier keren het refrein eigenlijk aantreffen. For all this, his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. Daar staat dan, ondanks dat dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt. So you think people would learn, but they don't. Je zou zeggen, mensen hebben wel hun lesje geleerd, maar dat doen ze niet. The expression in verse 12, yet the people turns not unto him who smites them. Daar staat, doch het volk heeft zich niet bekeerd tot hem die het sloeg, in vers 12. This returning to God, in the Hebrew, shav, is the first step in repentance. Het eerste terugkeren tot de Heere. Het Hebreeuws woord shav. Sorry, what was the last thing you said? It's the first step in repentance. Oh, sorry, dat is de eerste stap van bekeren. Het terugkeren naar de Heer. Neither do they seek the God of hosts. Ze zoeken niet alleen de Heere, de Heerscharen niet. Seeking God, likewise, is a crucial step in returning to him. God zoeken is dus ook zo'n stap om weer terug te keren naar hem. Consider in the book of Deuteronomy,
in chapter 4. Er staat namelijk in Deuteronomium 4. After we read of the punishment that God will scatter us among the peoples. Waar staat, waar wordt gesproken over de straf dat God zijn volk zal verdelen over alle volkeren. There is the next stage in verse 29. From there you will seek God your Lord. And you will find him if you search after him with all your heart and with all your soul. Er staat dan in vers 29 daarna. En dan zult gij daar de Heere uw God zoeken en hem vinden. Wanneer gij naar hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. In vers 30. In your distress, when all these things are come upon you in the end of days, you will return to God, your Lord, and hearken unto his voice. Er staat er in vers 30, wanneer u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de Heere, uw God, en naar hem luisteren. And of course, when we return to God, God returns to us. En als wij ons keren naar God, dan keert God zich naar ons. Verse 31, for God your Lord is a merciful God. He will not fail you, neither destroy you, nor forget the covenant of your fathers, which he swore to them. Er staat in vers 31, want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, noch u verderven. En hij zal niet vergeten het verbond met uw vaderen, dat hij hun onder ede bevestigd heeft. En similarly, in Deuteronomy chapter 30, in almost the same words. In Deuteronomium 30, eigenlijk bijna dezelfde woorden. After we experience the blessing and the curse. Wanneer dan al die deze dingen over u komen, de zegen en de vloek. Scattered among the nations where God has driven us. Over alle volken waar ze zijn verdeeld, waar God hun naarheen gedreven heeft. In verse 2, and you shall return unto God your Lord and hearken to his voice. Staat er weer genoemd, en wanneer gij u dan tot de Heere uw God bekeert en naar zijn stem luistert. Then of course, inevitably, verse 3, that then God your Lord will return your captivity and have compassion upon you. And will return and gather you from all the peoples where God has scattered you. Dan is het onvermijdelijk dat er vervolgens vers 3 op volgt. Dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volkeren naar wie gebied de Heere uw God u verstrooid heeft. So again, this returning to God is a crucial theme and the first step in repentance. Nieuw, dat terugkeren naar de Heer, dat is dus een eerste stap richting bekering. And of course the first step to salvation. En ook een eerste stap naar heil. We see the same idea expressed later on in Isaiah chapter 19. And here we aren't even talking about Israel. En dat zien we dus ook weer terug. En hier is het niet, gaat het niet eens over Israël. In these verses, the prophet speaks about the Egyptians. Hier heeft de profeet het over de Egyptenaren. In verse 20, they shall cry unto God because of the oppressors. Sorry, this was Isaiah, or? Yes, Isaiah chapter 19. Ah, Isaiah 19. En dan vers 20. En dit zal tot een teken en tot een getuigenis wezen voor de heren der heerscharen in het land Egypte. And he will send them a savior and a defender who will deliver them. Wanneer zij tot de heren roepen vanwege de verdrukkers, dan zal hij een verlosser en een strijder zenden die hen zal redden. And skipping to verse 22, they shall return unto God. The self same expression. Dan staat daar weer genoemd in vers 22, zo zal de Heere Egypte geducht slaan en genezen. En zij zullen zich tot de Heere bekeren. And he will be entreated of them and will heal them.
En hij zal zich door hen laten verbidden en hen genezen. Now, we should note an additional theme here, that the way it's expressed in our chapter, in verse 12, is the people aren't doing that. They aren't returning to God, who is smiting them. En het is dus weer dat terugkerende thema wat je ziet in vers 12, dat het volk dus niet terugkeert naar de God die hen slaat. Inevitably, it's important for us to remember that when we are smitten, it's coming from God. Het is goed om ons dan te herinneren dat als we geslagen worden, dat het dan van God komt. Indeed, in Isaiah chapter 10, verse 5, which we will, God willing, discuss next time, the prophet says in God's name, O Assyria, the rod of my anger. That is, God smites us through Assyria. They don't necessarily know that. That is coming from God. En er staat, hopelijk komen we daar volgende keer nog aan toe, in Jesaja 10 vers 5, daar staat, Wee Assur die de roede van mijn toren is. Het is dus Assur die hier gebruikt wordt, terwijl ze niet eens doorhebben om het volk te slaan. But again, it's all supposed to be a summons to rouse us to seek God. En dat allemaal is er dus om gericht om ons te bewegen om God weer te gaan zoeken. And once again in this regard we see in Isaiah chapter 55 that seeking God is the first step in repentance. Dan zien we ook in Jesaja 55 weer dat die eerste stap tot bekering de Heere zoeken is. In verse 6, seek God where he can be found. Staat er in Jesaja 55 vers 6, zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. And what that leads to in verse 7 is, let the wicked forsake his way, and the man of iniquity his thoughts, and let him return to God, and he will have compassion upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Daar staat in vers 7 dan, de goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. So when you return to God, it's supposed to be the basis for our reforming our ways, repenting and re-establishing our bond to him. En als we dus geslagen worden, dan is dat er dus op gericht, zodat wij hem weer gaan zoeken en de banden weer met hem aanhalen. And they are not. En dit is dus wat zij dus niet doen. Again, the people turns not unto him, neither do they seek the God of hosts. Staat er in vers 12 dus, doch het volk heeft zich niet bekeerd tot hem die hem sloeg, en het heeft de Heere der Heerscharen niet gezocht. And so, calamities become worse. En dan worden dus al die oordelen, worden dus, de rampen worden steeds heftiger. If in the first stage, the people were brazenly making up plans that the bricks have been knocked down and we will build again with hewn stones and so on. Now they won't have anyone to guide them at all. Terwijl ze eerst in het eerste gedeelte zich nog allemaal beroepen op machtige daden die ze dan gaan doen om nieuwe stenen te plaatsen en nieuwe bomen, is er hier niemand die hen zal leiden. There won't be any guides, there won't be any leaders. Want er zullen geen leiders meer zijn. In verse 13, therefore, God does cut off from Israel head and tail, palm branch and rush in one day. En er staat in vers 13 namelijk, toen sneed de Heere op één dag van Israël kop en staart, palmtak en riet af. The elder and the man of esteem, he is the head, the prophet who teaches lies, the false prophet, he is the tail. In vers 14, de oude en aanzienlijke, die is de kop, en de profeet die leugen onderwijst, de valse profeet, die is de staart. For they that lead this people mislead, and they that are led of them are misled.
staat: de leiders van dit volk waren verleiders en wie zich leiden lieten, werden op een doolweg gebracht. This is the second layer in the deepening calamity. Dit is dus de tweede laag van al die rampen die zich voltrekken. How is this happening? That all the leaders are being swept away. Hoe kan het zijn dat al die leiders opeens allemaal weggevaagd worden? Well, the prophet doesn't say. Dat zegt de profeet niet expliciet. But again, we recall that God uses the enemies as the rod of his anger to punish. Maar wat we wel al gelezen hebben is dat God dus vaak vijanden gebruikt om die rampen te voltrekken. And we don't have any very far to look to see the enemies wreaking havoc and destroying the leaders, the enemies that is within Israel itself. We hoeven eigenlijk niet ver te kijken om te kijken dat die volken zich dus richten tegen een ander volk. En dan kijken we alleen al dat het vijanden zijn die zich in Israël zelf bevinden. It's hard to know exactly what the year is in the progression of Israel into chaos and destruction, because there are so many steps in this descent into chaos and destruction. Ja, het is niet precies bij te houden in welk jaar al deze dingen plaatsvinden, omdat er zoveel chaos in die rampen zelf zich bevinden. In the second book of Kings, in chapter 15, we get something of a sense of just how the descent into chaos is accelerating in northern Israel. En in 2 Koningen 15 vinden we daar iets van terug wat laat zien wat voor chaos het precies in Israël was. Now the first stage in this progression, I'm starting with verse 8, precedes the prophetic career of Isaiah, because it takes place in the eighth year of Azariah, king of Judah. Azariah is Uzziahu. This is the first of the kings in whose career Isaiah prophesied. But in chapter 6, we saw that Isaiah begins to prophesy toward the end of the reign of Azariah, Uzziahu. Het is goed om te weten dat hier dus wordt gesproken over Azariah, Azariahu. En Jesaja die richt zijn profetie op een gegeven moment, dat zie je ook in Jesaja 6, tot deze Azariah, of de einde, zeg maar. But just consider this progression. That is Zechariah, the son of Jeroboam, of Yeravam, reigns over Israel for how long? Just 6 months. Het is goed om die voortgang dus te zien in die achteruitgang als het ware. Het staat in vers 8 van 2 Koningen 15. Dat werd Zachariah, de zoon van Jeroboam, koning over Israël te Samaria. En hij regeerde slechts 6 maanden. That's long enough for him to demonstrate, as we see in verse 9, that he did what was evil in the sight of God. Blijkbaar was dat al lang genoeg om, dat zie je in het volgende vers, te doen wat kwaad is in de ogen van de Heere. But in verse 10, Shalom, the son of Jabesh, conspired against him and smote him before the people and slew him. Vers 10 staat: Shalom, de zoon van Jabes, smeedde een samenzering tegen hem en sloeg hem ten aanschouwen van het volk dood. Oh, we don't even read how bad he was, because he didn't have a chance to show how evil he could be, because he only reigned for a month in Samaria. En deze Shalom had niet eens de kans om te laten zien hoe kwaadwillig hij wel niet eens was. Want hij heeft, dat zie je dus in vers 13 en 14, maar een maand geregeerd. En vers 14, Menachem, the son of Gadi, went up from Tirzah and came to Samaria
and smote Shallum, the son of Jabesh, in Samaria and slew him. Er staat er in vers 14. Menahem, de zoon van Gadi, uit Tirsa sloeg op, kwam naar Samaria en sloeg Shallum, de zoon van Jabes, de Samaria dood. He didn't only slay him. We read in verse 16 of the massacre that he committed in the town of Tifsach. En dan staat er ook een hoeveelheid moorden in vers 16. Genocide die daar gepleegd wordt door Menahem. Well, Menachem, as we read in verse 18, again, did what was evil in the sight of God. Vers 18 staat dat ook deze Menachem deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. He reigned for just 10 years. Hij heeft 10 jaar geregeerd. And when we read in verse 22 that Menachem slept with his fathers, and Pekahiah, his son, reigned instead. Er staat, Menachem ging bij zijn vader te rusten en zijn zoon Pekahiah werd koning in zijn plaats. We're reading of the last king of northern Israel who died in his bed of natural causes. Dan lezen we dus van de laatste koning van Noord-Israël die op natuurlijke wijze ontslaat. Dus sterft. In verse 23 we read of the reign of his son Pekahiah, which lasted only 2 years. En in vers 23 lezen we dan van die heerschappij van Pekahiah die 2 jaar regeerde. He also did what was evil in the sight of God. Vers 24 staat, hij ook deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. And in verse 25, Pekah, the son of Remaliah, his captain, conspired against him and smote him in Samaria in the castle of the king's house. With him were 50 men of the Gileadites, and he slew him, and he reigned in his stead. Er staat er dat Pekah, de zoon van Remaliah, smeedde een samenzwering tegen hem in de burcht van het koninklijk paleis. Ook Argob en Arje. Met de hulp van 50 mannen uit de Gileadieten. Hij doodde hem en werd koning in zijn plaats. You may recall, we read about Pekah in the 7th chapter of Isaiah, when he was conspiring together with Rezin, king of Aram, to topple Achaz. En misschien kan je nog herinneren dat we in Jesaja 7 over deze man hebben gelezen. Met zijn samenzwering met even kijken hoor. Met Rezin, die hij samenzweert. He too did what was evil in the sight of God over the course of his 20-year reign. Ook hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer in de 20 jaar dat hij geregeerd heeft. And in verse 30 we read that Hoshea the son of Elah made a conspiracy against Pekah the son of Remaliah and smote him and slew him. Er staat en Hoshea de zoon van Elah smeedde een samenzwering tegen Pekah de zoon van Remaliah. Hij sloeg hem dood en werd koning in zijn plaats. Hoshea was the last king of northern Israel. Hosea was de laatste koning van Noord-Israël. It was in his reign that the Assyrian Empire destroyed Samaria and exiled Israel from its land. In het laatste jaar van zijn heerschappij kwam het Assyrische volk binnen en viel dus Samaria binnen. So we certainly see here very vividly portrayed the manner in which, indeed, as it was expressed in our chapter, in chapter 9, God is cutting off from Israel head and tail, palm branch and rush in one day. Everyone is being destroyed. Chaos. The government is descending into a state of utter lack of leadership. Utter chaos
utter ruin, utter destruction. En uit deze geschiedschrijving kun je dus al halen dat het logisch is dat die hele regering op een gegeven moment, dat er een einde aan wordt gemaakt. Dat kop en staart afgesneden wordt. Dat oude en aanzienlijke leiders van die tijd dus niet meer bestaan. This is the second layer of punishment following the arrogance of saying we don't have to worry about anything, we can just rebuild because we have leaders to guide us. Now they won't have any leaders anymore. En dit is dus de tweede laag die je aantreft met betrekking tot dat oordeel of die straf die zich onttrekt. Namelijk de eerste laag waar we het hadden over die leiders waar ze zich op beriepen. Dat die hun wel weer sterk zouden maken. Nu hebben ze dus ook geen leiders meer om op terug te vallen. But you know, inevitably, it's important for us to remember Isaiah is not prophesying to the people of northern Israel. He's prophesying to the people of Judah and Jerusalem. En nogmaals, is het dus goed om te wijzen dat Jesaja hier het dus niet profeteert tegen Ephraim en de inwoners van Samaria, maar tegen Juda, Jeruzalem. Well, remember in Isaiah chapter 3, we saw many of these themes there as well. En zag je dat in Jesaja 3, dat we er ook van die terugkerende thema's daar ook weer zagen? In the beginning of chapter 3, just by way of review, behold, God, the God of hosts, does take away from Jerusalem and from Judah stay and staff, every stay of bread, every stay of water. Om even weer terug te blikken, bijvoorbeeld Jesaja 3, daar staat voorwaar, zie de Heere der Heerscharen, neemt steun en stut uit Jeruzalem en Juda weg, elke steun van brood en elke steun van water. Verse 2, the mighty man, the man of war, the judge, the prophet, the soothsayer and the elder. In vers 2 staat held en krijgsman, rechter en profeet, waarzegger en oudste. The captain of 50, the man of esteem, the counselor, the cunning charmer, the skillful craftsman, the one who understands secrets, everyone. Er staat dus de waarzegger, de hoofdman over 50 en aanzienlijke, raadsheer en kundig handswerkman en schrander bezeerder. Zo iemand die de geheimen kent. And I will give children to be their princes, and scorners shall rule over them. Er staat een knapen zal ik hun tot vorsten geven, en de moedwil zal over hen heersen. And returning again to our chapter. What did this accomplish? Did it jar the people to make them change their ways? And of course the answer is our refrain, second time, in verse 16. Het alles is er dus gericht om het volk weer te bekeren, maar je raadt het al, er komt weer dat refrein. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. In vers 16, daar staat dus, ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt. And that still doesn't change anything. In verse 17, wickedness burns as the fire. It devours the briars and thorns. It kindles in the thickets of the forest, and they roll upward in thick clouds of smoke. Maar dat verandert dus helemaal niks, want in vers 17 zie je dan, want goddeloosheid brandt als een vuur dat doorns en distels verteert en de dichte takken van het woud aansteekt, zodat zij in rookwolken opgaan. Now, admittedly, it's not really clear if this is a description of the sins of the people, their wickedness, or the punishment that results from that wickedness. Het is niet helemaal duidelijk of dit nou slaat op de zonde dat het volk pleegt, of juist het gevolg van de zonde wat zij plegen. And the truth is, it doesn't make a lot of difference. Uiteindelijk maakt het ook niet echt verschil. Because it is that wickedness that leads necessarily to the punishment. Want die boosheid die leidt uiteindelijk tot het oordeel. And so we read in verse 18, through the wrath of the God of hosts is the land burnt up. The people also are as the fuel of fire. No man has pity on his brother. Want dat lees je dus in vers 18 dan ook. Door de verbolgenheid van de Heere der Heerscharen wordt het land in brand gezet.
zodat het volk tot een prooi van het vuur wordt. De ene mens spaart de andere niet. This inevitably is the next level of the retribution of God's punishment. Dit is dus die volgende laag in dat oordeel van God. What the prophet describes here is the resultant state of anarchy. There's no leadership at all. En wat de profeet hier beschrijft is eigenlijk dus die derde laag, wanneer al die leiders dus verdwenen zijn en er complete anarchie en chaos is in het land. In verse 19, and one snatches on the right hand and is hungry, and he eats on the left hand and are not satisfied. They eat every man the flesh of his own arm. En er staat in vers 19, men bijt naar rechts en toch hongert men. En men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd. Ieder verslindt het vlees van zijn eigen arm. Vers 20, Menashe with Ephraim, Ephraim with Menashe. And they together are against Judah. Er staat in vers 20, Menashe en Ephraim en Ephraim Menashe. En samen keren zij zich tegen Juda. And you know, we could call this a civil war, but really it's much worse than that. Je zou bijna een burgeroorlog kunnen noemen, maar het is eigenlijk nog veel erger dan dat. It's a war of everyone against everyone. Het is een oorlog van een tegengericht door iedereen tegen iedereen. And the truth is that we should remember in chapter 3 we saw the very same ideas expressed in the prophecy of retribution against Judah. En als we weer teruggrijpen naar hoofdstuk 3, dan zie je daar ook iets over de vergelding tegen Juda. In verse 5, and the people shall press one another, every man his fellow, every man his neighbor. The child shall behave insolently against the aged and the base against the honorable. Again, everyone against everyone. Dan zie je daar in vers 5, dan zal het volk dringen, man tegen man, de een tegen de ander. De knaap zal op de oude en de verachte op de geëerde losstormen. Je ziet daar weer oorlog door iedereen, tegen iedereen. Anarchy. Everything is crumbling. Anarchie. Alles wordt vernietigd. Is this going to rouse them finally to realize what they're doing to themselves? Zal dit ze bewegen om na te gaan wat ze nou precies aan het doen zijn? The third repeat of our refrain in the end of verse 20. For all this, his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. En dat derde refrein, dat terugkerende stuk wat je dan ook weer ziet in vers 20. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt. And of course, his anger is not turned away and his hand is stretched out still because no one has been roused. No one realizes. No one pays attention. No one is returning to God. En zijn hand, zijn toorn keert zich dus niet af en zijn hand blijft dus uitgestrekt omdat niemand zich beweegt, niemand zich realiseert en tot inkeer komt en terugkeert naar de Heere. We might be wondering how things can even get worse than this, but they can. Je vraagt je misschien af hoe kan het nog erger worden dan dit, maar het kan dus wel. And this brings us to the fourth stanza, the fourth section of the prophecy at the beginning of chapter 10, beginning in verse 1. En dan zien we dat vierde stadium als het ware, die vierde schaal van oordeel dat zich voltrekt. En dat zien we in vers 1 van hoofdstuk 10. Woe unto them that decree unrighteous decrees and to the writers that write iniquity. Wee hun die heilloze verordeningen uitvaardigen en de schrijvers die lasten voorschrijven. Verse 2, to turn aside the needy from judgment and to rob the judgment of the poor of my people, that widows may be their spoil and that they may make the fatherless their prey. In vers 2, om de geringen van het recht weg te dringen en aan de ellendigen mijns volks het recht te ontroven, zodat de weduwen hun buit worden en zij de wezen uitplunderen. You know why this is worse? Weet je waarom dit erger is? Because
anarchy is a lack of order. This is a corrupt order. Dat anarchie een gebrek is aan orde, terwijl dit een corrupte orde is. Remember here in verse 1, they decree these decrees. They write iniquity into the law books. Dus, hey, in vers 1 zie je dat dus ook, is dat ze dus gewoon corrupte dingen, verordeningen uitvaardigen en de wetten dus opstellen die corrupt zijn. What is worse than no state is a criminal state. Wat nog erger is als geen staat, is een oorlog of is een criminele staat, een misdadige staat. And we see this theme also with respect to Judah in Isaiah chapter 3. En ook dit zien we dus in Jesaja hoofdstuk 3 weer terug. The indictment of the way they treat the poor and the helpless. De beschuldiging dat ze dus niet opkomen voor de armen en de hulpelozen. In verse 14, God will come into judgment with the elders of his people and the princes thereof. De Heere zal, staat er in vers 14, in het gericht gaan met de oudste en de vorste van zijn volk. It is you who have eaten up the vineyard. The spoil of the poor is in your houses. Gij toch, gij hebt de wijngaard verwoest. Wat ellendige ontroofd is, is in uw huizen. What mean you that you crush my people and grind the face of the poor? Says God, the God of hosts. Wat bezielt u dat gij mijn volk vertrapt en ellendige mishandelt? Luidt het woord van de Heere der Heerscharen. This too is a criminal state. Dit is dus een staat, een oorlog, of een criminele staat. And that brings us critically to verse 3, the only verse in this prophecy that is addressed in the second person. Dit is dus vers 3, wat we vervolgens dus gaan lezen, is het enige vers wat zich in de tweede persoon richt. Says the prophet, and what will you do, in the day of visitation, and in the ruin which shall come from far? Hier staat hier dus in de tweede persoon enkelvoud. Wat zul jij dan doen op de dag van de bezoeking en bij de verwoesting die uit verre komt? To whom will you flee for help? And where will you leave your honor? Tot wie zul jij vluchten om hulp en waar zul jij je heerlijkheid laten? In verse 4, the answer, the terrifying answer to this question. En vers 4 dan dat verschrikkelijke antwoord daarop. They can do nothing except crouch as captives and fall as the slain. Er staat niets blijft over dan zich te krommen als een geboeide, als verslagene vallen zij. To whom, of whom is the prophet speaking here? Tot wie spreekt de profeet hier? To whom was he addressing himself in verse 3? Tot wie richt hij zich nou precies in vers 3? Of course we could say that in the poetic style of the prophet in verse 3 he addresses the people of northern Israel directly. Je zou kunnen zeggen van, nou ja, in de poëtische stijl zoals hij dat zegt, richt hij zich dit dus tot die inwoners van Samaria en Efraïm. Well, that's a possibility, but again, remember, Isaiah was a prophet for Judah and Jerusalem, not northern Israel. Dat zou kunnen, maar je moet er wel in het achterhoofd houden dat Jesaja een profeet was die geroepen was om te profeteren tot Juda en Jeruzalem. I think more likely what Isaiah says in verse 3, when he speaks here, he's not speaking to the people of northern Israel. He's speaking to the people around him,
Ik denk dus als je vers 3 leest, dat niet zo is dat hij zich richt tot Noord-Israël, maar tot de mensen om zich heen. He's speaking to the people to whom he related this devastating prophecy of destruction regarding Northern Israel. Hij richt zich tot degene waar hij duidelijk wil maken wat er in Noord-Israël gebeurt. He's speaking to the people of Judah. Hij spreekt tot het volk van Juda. Who only a few verses earlier received his promise of the people who are going in darkness have seen a great light, the great salvation, the crushing, the destruction of Assyria. Die daarvoor dus nog die belofte kregen van een volk dat in grote duisternis wandelt, ziet een groot licht. En de belofte dat hun Assyrisch juk verbroken zal gaan worden. And I think he says to them here, okay, we already know what's going to be with Northern Israel. Remember, Isaiah has already prophesied utter destruction for Northern Israel. En het is dus al logisch, omdat je al weet dat Jesaja al eerder de complete verwoesting van Noord-Israël daarover geprofiteerd heeft. Dat hij daarvan wist dus. So Northern Israel, on the day of visitation, will fall. And all the people will be either killed or exiled. En Noord-Israël, de dag van bezoeking, zal dus compleet vernietigd worden. En mensen zullen in ballingschap worden gevoerd of vermoord worden. The prophet turns now to the people who are with him and says, and what will you do in the day of visitation? Jesaja richt zich dus tot de mensen om zich heen. En hij zegt, wat gaan jullie doen in de dag van bezoeking? What are you going to do in the ruin that will come from afar? Wat gaan jullie doen in de verwoesting die van verre zal komen? Although we don't really have time to discuss this adequately, the Hebrew that is translated here as ruin is a Hebrew word that undoubtedly is very familiar to all of you, Shoah. En die vernietiging, die verwoesting die uit verre zal komen, we hebben niet tijd om daar uitvoerig bij stil te staan. Maar zoals velen van jullie weten, is dat het Hebreeuwse woord die jullie ook wel kennen, is Shoah. If we had the time to do an overview of all the instances in which the word appears in the Bible, it would be clear to us, Shoah refers to something sudden that sweeps in when you don't expect it. And destroys everything. En als je een uitvoerige studie zou gaan doen over dit woord, dan zou je erachter komen dat het iets is wat een vernietiging wat opeens op komt zetten. Plotsklaps op komt zetten. En zo het land als het ware binnenvalt. And perhaps when Isaiah in recounting the words of this prophecy to the people of Judah and Jerusalem might have gotten some smug responses, well, that's what happens to the people in Northern Israel. They were so bad. En misschien dat Jesaja toen hij deze woorden vertelde, zoiets had van de mensen om zich heen van, och, nou die Noord-Israëli's, wat daar gebeurt, dat kan toch eigenlijk niet. And so he concludes in verse 3, what will you do in the day of visitation? What will you do with the ruin that comes from far? Daarom richt hij zich daarna tot de mensen om zich heen en zegt, wat ga jij doen op de dag van de bezoeking en bij de verwoesting die van verre komt? Do you think you're better? Denk je soms dat je beter bent? Do you think you will be able to escape on that awesome, horrific day? Denk jij dat jij zult ontkomen op die dag, die verschrikkelijke dag als die komt? And of course, inevitably, we appreciate that in this verse, the prophet isn't only turning to his contemporaries, but also to us. En het is dus goed om te weten dat daarmee de profeet zich niet alleen richt tot de mensen van zijn tijd, maar ook tot ons. On manifold planes, we appreciate what's taking place here.
the gradual sinking into the abyss of a state that is failing. Because with all the warnings that God is giving, no one is listening. Maar meerdere gebieden kunnen we waarderen wat hier dus wordt gezegd. Omdat we zien dat dus er die staat als het ware is. Dat steeds een afglijdende schaal als het ware is. Waar niemand luistert. And even at the brink of utter destruction, the end of this prophecy, once more for the fourth time, for all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. En zelfs met het vooruitzicht op zo'n totale verwoesting zie je dan weer dat laatste refrein, die zin weer terugkomen. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt. And inevitably we ask, what about us? En uiteindelijk stellen we ons de vraag, hoe zit het met ons? What will we do in the day of visitation? Wat gaan wij doen op de dag van de bezoeking? What will we do in the ruin that comes from far? Wat gaan wij doen op de verwoesting die van verre zal komen? You know, I make it a practice to focus exclusively on the words of the Bible, and I don't want to become distracted, so to speak, by considering the current events in which we're functioning. Het is goed om te weten dat ik me zoveel mogelijk probeer te richten op het woord. En in zoverre me niet af wil laten leiden door de dingen die tegenwoordig in de tegenwoordige tijd gebeuren. But maybe we can't help but consider what Isaiah's words say directly to us in our world today. Ik denk dat we er niet onderuit komen om na te gaan wat de profeet Jesaja hier tegen ons in de tegenwoordige tijd hier te zeggen heeft. I think we had better do so. Ik denk dat we daarna zouden moeten handelen. Again, to summarize, the prophet describes a nation faced with devastation. Allereerst het begin, dus het volk dat verwoesting te wachten staat. First they say, oh, it's not so bad, we'll do better. En de eerste reactie die ze hebben is, oh, dat is nog niet zo erg, we doen het beter. And then it gets worse. En dan wordt het nog erger. Instead of being able to follow their corrupt leaders, they don't have any leaders left, because the leaders are taken away. In plaats van corrupte leiders te volgen, worden die leiders weggeslagen. En hebben ze dus helemaal geen leiderschap meer om op terug te vallen. And instead of their hope to be able to cast everything in a better way and rebuild, they find themselves descending into civil war and even anarchy. En terwijl ze dus proberen om het allemaal weer op te bouwen en beter te gaan doen, is het eigenlijk zo dat ze juist naar beneden slaan, naar anarchie. Ultimately becoming a criminal state. En uiteindelijk zelfs die laatste schaal, dat ze zelfs een misdadige staat worden. Everything around them is collapsing. Alles om hem heen is aan het instorten. But they keep on going. En toch gaan ze door. And that question, what will you do in the day of visitation, in the ruin which will come from far, remains unanswered. En dan die vraag, wat zult gij doen op de dag van de bezoeking? En gij doen bij de verwoesting die uit verre komt, is een vraag die onbeantwoord blijft. May we have the insight, the dedication to answer that question appropriately, as it is being posed to us. Mogen wij voldoende inzicht en toewijding hebben om die vraag met op gepaste wijze te kunnen beantwoorden. Because only that way
can we legitimately hope for God's blessings and his salvation? Op die manier kunnen we echt op een juiste manier hopen op Gods zegen. God bless you. God zegen jullie.